Ik ben gewend met het maken van gehaast en jagerig nieuws, waarbij er minimaal één keer seks aan de kop moet zitten, omdat het anders niet gelezen wordt. En juist ik zie hoe belangrijk het is om te kunnen liften van voor journalisten die echt onderzoek hebben gedaan. Die lang hebben nagedacht over iets en weken aan een artikel hebben mogen werken en op pad zijn geweest. En allerlei dingen die als blogger helemaal niet zo normaal zijn, of nieuwsblogger helemaal niet zo normaal zijn om te doen. Dus ik totaal afhankelijk voor de inhoud van goede journalistiek. En dat bedoelt over de rol van journalistiek in de democratie, ik denk dat dat heel helder is.